Het programma Schouders Eronder staat voor leren en ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het implementeren, evalueren en doorontwikkelen van interventies om mensen met schulden te helpen. Wij helpen jou en jouw organisatie om de effectiviteit van deze interventies te bepalen en te vergroten. Tamara Madern vertelt je hier nu meer over. De module vormgeven en implementeren van interventies. Dat is een module die ik samen met mijn collega Suzanne Tonon mag gaan geven. Ik ben Tamara Madern, lector schuldpreventie en vroegsignalering aan de Hogeschool Utrecht. Mijn specialisatie zit op het financieel gedrag van mensen. Mijn collega Suzanne Tonon is senior onderzoeker bij ons lectoraat. Zij is gespecialiseerd in de implementatie van interventies. Samen nemen we jullie mee in wat een interventie een goede interventie maakt en hoe jij dat in je eigen organisatie kan inzetten. In deze module ga je actief aan de slag met het verbeteren van je eigen interventie. We gaan kijken naar wat werkzame bestanddelen zijn, wat de strategie is om te implementeren, maar we gaan ook vooral leren van elkaar. Want we weten met z'n allen veel meer dan iemand alleen. We gaan dus ook naar de interventies van de anderen kijken. In deze module gaan we verschillende kennis aanreiken op basis van verschillende bronnen. We gaan kijken wat is evidence-based werken, wat zijn eigenlijk werkzame bestanddelen. We gaan echt bezig met het ontwerpen van interventies en het implementeren van interventies. Maar we gaan ook kijken wat is nou eigenlijk een procesevaluatie. Wanneer gebruik je die en hoe zet je die in? En ook kijken we naar de effectevaluatie. We gaan ook echt aan de slag. Je gaat aan de slag met je eigen praktijkvoorbeelden, met je eigen praktijkvraagstukken. Je maakt een planevaluatie voor een interventie in je eigen organisatie. En je maakt ook een implementatieplan om vervolgens dit daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. In deze module gaan we concreet aan de slag met je eigen vraagstukken. De vraagstukken die je bijvoorbeeld hebt opgehaald in je leernetwerk of in je werkplaats van Schouders Eronder. Dat betekent dat je aan het eind een aangepaste of een nieuwe interventie op papier hebt ontworpen en dat je weet hoe je deze in de aankomende weken, maanden daadwerkelijk kan gaan uitvoeren. Na afloop van deze module heb je dus een kant-en-klare interventie liggen waar je meteen profijt van hebt. Aan wat voor interventies kan je dan denken? Je kan denken aan een aangepaste budgetcursus, dat je aan de gang gaat om je budgetcursus te verbeteren. Maar je kan ook denken aan veel kleinere interventies, bijvoorbeeld een nieuw intakeformulier, een andere samenwerking opzetten, een andere inrichting in de spreekkamers of bijvoorbeeld het werkboek aanpassen dat gebruikt wordt tijdens het schuldentraject. Je kan ook denken aan aangepaste brieven voor de vroegsignalering of juist activerendere brieven tijdens het schuldentraject. De interventies kunnen dus echt van alles zijn. In deze module gaan we dus samen aan de slag om jouw hulpverleningstraject te verbeteren. Wij hebben er super veel zin in. Zet jij samen met ons de schouders eronder en doe je mee?